Vlaanderen is een van de dichtstbevolkte en meest verstedelijkte regio's van Europa. Door zijn centrale ligging, de aanwezigheid van de haven en de aanleg van een uitgebreid wegennet groeide Vlaanderen in de naoorlogse periode uit tot een belangrijk logistiek kruispunt. Het beleid dat decennia lang gericht was op een gelijkmatige spreiding van wonen, werken en diensten en de steeds toenemende mobiliteit deden rond de kleine en grote steden de nevelstad Vlaanderen ontstaan. Vanaf de jaren 60 kozen jonge gezinnen massaal voor een eigen huis met tuin buiten de stad, in de rand of ergens tussenin. Ook bedrijven, winkels en ontspanning verkozen de rand. De steden vereenzaamden en raakten verwaarloosd. Pas in de jaren 90 kwam de stad weer bovenaan op de politieke agenda te staan. Na jaren van verloedering, stadsvlucht of zelfs stadsmiskenning nam de belangstelling voor de stad opnieuw toe. Op politiek vlak leidde dit tot de aanstelling van een Vlaamse minister bevoegd voor stedenbeleid. De voornaamste uitdagingen waren de stadsvlucht tegen te gaan en het democratisch draagvlak te verhogen. Het witboek Stedenbeleid tekende voor het Vlaamse stedenbeleid een visie op 20 jaar uit. Verschillende instrumenten en initiatieven werden ontwikkeld. Het stedenbeleid werpt intussen zijn vruchten af. Sinds 2002 zijn de cijfers over stadsvlucht gekeerd. Verschillende overheden van dit land, maar ook van Europa, hebben de voorbije jaren fors geïnvesteerd in stadsontwikkeling. In het zog van Europese voortrekkers ontdekte ook Vlaanderen het stadsproject. Deze projecten zijn uitgegroeid tot de belangrijkste manier om de stad te transformeren en de stedelijke ambities zichtbaar te maken. Ze doelen op het verhogen van de uitstraling en de leefkwaliteit van de stad. Helaas zijn niet alle stadsprojecten even kwaliteitsvol. Stadsprojecten kunnen door hun grote impact ook veel kansen verspelen en de leefkwaliteit aantasten. Daarom stemde het Vlaams parlement in 2002 een decreet om stadsvernieuwingsprojecten te ondersteunen op basis van kwaliteitscriteria. Dat kwaliteit het vertrekpunt is van de stadsvernieuwingsprojecten vond ik eigenlijk een zeer moedige beleidsbeslissing. Dat betekent dat de subsidies niet toegekend worden op basis van allerlei verdeelsleutels per provincie of zo, maar op basis van kwaliteit. Goede projecten worden gesubsidieerd, minder goede projecten mogen nog een keer er beginnen. Natuurlijk, de vraag is dan wie bepaalt wat kwaliteit is en wat zijn dan die kwaliteitscriteria. Om dat te bepalen werd een multidisciplinaire jury samengesteld met heel veel verschillende disciplines. Verkeer, stedenbouw, samenlevensopbouw, juridische aspecten, financiële aspecten enzovoort. En na heel wat discussies zijn we dan tot 7-8 criteria gekomen waarmee we eigenlijk tot nu toe een honderdtal projecten beoordeeld hebben. Natuurlijk, na elke oproep werden die criteria ook wel bijgesteld. De projecten moeten gebaseerd zijn op een strategische visie, op een sterk en vernieuwend ontwerp. Het moet tot stand komen in samenwerking met de privésector, met de buurtbewoners en het lokale middenveld. Cruciaal is de regievoering door de stad. De stad moet er immers over waken dat naast de financiële rendabiliteit ook een maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd. Zo'n kwaliteit, dat blijft eigenlijk toch geen eenvoudige zaak. Dat moet men eigenlijk leren. En daarvoor is bijvoorbeeld de masterclass opgezet, die nu al haar derde versie net afgewerkt heeft. Elke masterclass omvat een zevental lesdagen, waar dan mensen uit stedelijke administraties en uit studiebureaus samen projecten bespreken uit binnen- en buitenland en zo leren wat kwaliteit is. Meerdere kleinere steden, die vaak over minder planningscapaciteit en projectervaring beschikken, presenteerden de afgelopen jaren ingrijpende en potentieel vernieuwende projecten, maar die net die extra dosis kwaliteit misten om projectsubsidies te krijgen. De conceptsubsidiëring kwam hier ter hulp. Op voorwaarde natuurlijk dat die steden ervoor willen gaan. Op dat moment wordt het lokaal begeleidingsteam van de stad aangevuld met de ervaring, de kennis, de centen vanuit de conceptsubsidie. Er worden twee experts aan de stad toegewezen die al ervaring hebben in andere steden. Er wordt ook een ontwerper aan het werk gezet. Een ontwerper die met zijn ontwerp onderzoekt wat de mogelijkheden zijn op het terrein. Hoe kun je op dat terrein er het beste uithalen dat ruimtelijk kwaliteit heeft. En
tegelijkertijd leert de stad zich organiseren. Men organiseert de stuurgroep, de burgemeester komt erbij zitten, de schepenen, verschillende ambtenaren en ook de private partner wordt uitgenodigd en samen discussiëren ze over het project, gaan ze op zoek naar wat nu eigenlijk de beste kwaliteit is voor dat project. Eigenlijk kan je als kleine stad met een conceptsubsidie niet verliezen. Ofwel maak je in de volgende ronde met een verbeterd projectvoorstel kans op projectsubsidie, op echt een investeringsbedrag. En in het slechtste geval blijf je eigenlijk over met een extra ervaring die je kan inzetten in een volgende open oproep of kan gebruiken bij andere projecten. Nee, vanaf het moment dat de subsidie eenmaal binnen is, begint pas het echte werk voor de stad en de private partner om de gewenste kwaliteitseis, welke we vooraf naar voren geschoven hebben, ook werkelijk te gaan behalen. En daarvoor zijn natuurlijk de diverse workshops welke wij samen hebben georganiseerd en de overlegstructuren welke we samen hebben georganiseerd van zeer groot belang. Omdat je dan ook tijdens die overlegstructuren heel nauw met elkaar kunt samenwerken, de knooppunten eruit kunt halen en ook tot goede oplossingen kunt komen van deze knooppunten. En ik mag zeggen dat we eigenlijk daarmee van geluk mogen spreken dat we in een PPS-structuur juist werken. Het decreet op de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten heeft in Vlaanderen een inhaalbeweging op gang gebracht. In totaal werd over de jongste 6 jaar ongeveer 70 miljoen euro subsidie vrijgemaakt. Deze subsidie trok echter een veelvoud van investeringen aan, zowel uit de publieke als uit de private sector. Tot op vandaag is projectsubsidie toegezegd aan 23 projecten die in totaal een investeringsvolume vertegenwoordigen van meer dan 1,1 miljard euro. De projecten hebben in die 6 jaar een opmerkelijke kwaliteitssprong gemaakt. Vlaanderen wil op de ingezette weg voortgaan en ook werken aan kennisopbouw in de uitvoeringsfase. Bijzondere aandacht zal hier gaan naar de publieke afstemming, die in de praktijk nogal eens de bottleneck blijkt te zijn. Om de financiering te optimaliseren is er verder nood aan een bundeling van financieringstromen. Daarom wordt vandaag gezocht naar een nieuwe vorm voor een toekomstig stadsontwikkelingsfonds. Naast de financiële stroomleiding zullen kwalitatieve criteria voor de projecten, kennisopbouw, opvolging en begeleiding basisingrediënten zijn. Vlaanderen moet durven vasthouden aan het ontwikkelde kwaliteitslabel. Een label dat weliswaar voortdurend moet worden verfijnd en verdiend.